Ik ben Evin. En kun je me zeggen waar we zijn? We zijn bij Valentijnschool in de klaslokaal van meester Bert, Joey en juf Einor. Okay. Hallo, ik ben Kouter en wie ben jij? Hamza. Kun je vertellen wat je precies hier doet? Gewoon de kerstbomen versieren. Ik was gaan nablijven voor de kerstboom versieren. En doe je dat alleen? Nee, meester Bert helpt me, Daphne en Hamza. En doe je nog veel meer dingen dan alleen de kerstboom versieren? Ja, we doen ook versieringen voor in de klaslokaal, want anders wordt het een beetje saai. En wat vind jij het leukst op kerst? Ja, de kerstdiner. Wat is er leuk aan het kerstdiner? Dat we heel versierd moeten komen met leuke pakketjes pak aan. En het is gezellig. En vind je het leuk om kerst te vieren? Ja. En geloof je daar ook in? Nee. Kun je me vertellen waarom niet? Ja, omdat ik ben moslims en die geloven niet echt in kerst en zo. En wat vind je ervan dat kerst wordt gevierd? Ja, ik vind het wel gezellig. En in de klaslokaal vind ik het ook best leuk. Ik ben meester van groep 7A, Joey. En kunt u mij precies vertellen wat jullie hier doen? Wij zijn op dit moment de klas en de kerstboom aan het versieren. En gelooft u ook in kerst? Geloof ik in kerst? Ik vind het in ieder geval een heel gezellig feest en ik hou er wel van. Kun je mij vertellen waarom kerst wordt gevierd? Waarom wordt kerst gevierd? Nee, weet ik niet. Ja, waarom wordt het gevierd? In ieder geval, als je kijkt naar de Bijbel, heeft het te maken met de geboorte van Jezus. Maar ik vind het gewoon een gezellig feest om met je familie samen te komen. En dat eigenlijk. En wat ga je nog meer doen op kerst? Ik ben op wintersport met kerst. Dus ik ga van de piste af skiën. En wat heb jij met kerst? Gewoon, het is een beetje gezellig gewoon om het te helpen en versieren. En wat vind jij leuk aan kerst? Dat we samen zijn. En geloof je ook in kerst? Nee, niet echt nee. En kun je me vertellen wat eigenlijk kerst is? Niet echt nee. Oké, en waarom vier jij het niet? Omdat ik een ander geloof heb. En wat voor geloof? Moslims. En die mogen geen kerst vieren? Ja, nee. En wat wil je nog tegen de kijkers zeggen? Fijne kerst. En gloednieuw jaar. Veel plezier met de kerst en fijne kerst.